boerderij in de stad. Ja. Zou u graag een boerderij buiten willen hebben? Ja. Ja. Dus het valt niet in de stad boeren? Nou, nee, we vallen gek is. Buiten is aantrekkelijker. Het is allemaal een beetje griffelijker. En nou, met hooi en mest in de stad, doe maar een stad wat groter, uitgebreider. En dan zien we zelf wel wat het moeilijk is. Zitten en die daar niet weg willen, omdat ze zeggen, ja, we komen op zulke hoge lasten. En zijn die zo hoog geweest, die lasten voor u? Nou, nee, voor mij niet zo erg. Alleen de aanschaf van natuurlijk mechanisatie. Dat is meer nodig nog geweest. Maar verder, de bijkosten van het vervoer van het vee en dergelijke. Die zijn weg nu? Die zijn nu weg. Die ruilverkaveling die er gekomen is, die nu praktisch afgelopen is, zijn het grootste gedeelte van de boeren naar buiten gegaan. Ongeveer 70 boeren hebben een nieuwe bedrijf gekregen. En wat doet nou de gemeente Kampen om die 25 nog resterende naar buiten te krijgen? Of die hier nu nog zitten, bedoel ik. Ja. Een aantal ervan, en dan ongeveer de helft, misschien nog niet eens, die heeft een opvolger. De andere helft niet eens, die zijn vaak ook op een gevorderde leeftijd. En dat houdt dus met het huidige geslacht op. Zodat eigenlijk dit huidige stadsboerengeslacht wat er nu nog is, dat zichzelf wel zal, verder zal saneren.